is Dutch Tuber en ik hou van kleur. Kleur is mooi. Kleur flirt op en het is gewoon gezellig om naar te kijken. En daarom heb ik vandaag een nieuwe soort iets. Inderdaad, Kip. Een nieuw soort iets. Hé, wat loop je nou tegen? Hé, Kip, wat doe je nou? Wat ik jullie ga laten zien in Minecraft. En ik geloof niet dat jij deze video sneller kunt liken dan dat ik mijn armor aandoe. Speciale armor. Armor die jullie nog nooit eerder bij mij hebben gezien. En de tijd gaat nu in. Like jij sneller? Of ben ik sneller? De hel. Chestplate, de broekje, schoenen. Bam! Check this out. Deze mod voegt een heuse regenboogdimensie toe aan Minecraft. Om mee te beginnen. Twee nieuwe pickaxen. De allereerste is de regenboog pickaxe. En de tweede is super overpowered. Heeft de kracht van 7 diamond swords in 1. Terwijl het een pickaxe is. Namelijk de enchant enhanced. Enhanced Benodroni pickaxe. Ik kan de naam niet uitspreken, maar het is wel goed. We gaan eens even kijken wat er gebeurt als wij deze regenboogoors meenemen. Oh ja, let's go. Oh jongens, check this out. Onze allereerste 7 regenboogdust. Waarmee je van alles kunt craften. Waaronder nieuwe gear. Ik heb hier ook regenboogstrings. Doet mij een beetje denken aan Spider-Man. En ik heb hier zelfs rainbow pork chop. De normale pork chop die wij kennen in Minecraft is roze. Maar deze is regenboog. En that makes it... Daarvoor moet ik ooit naar de gevangenis. En that makes it very cool. Jongens en meisjes, ik ga jullie laten zien hoe de regenboogdimensie eruit ziet. Maar eerst nog even wat anders. Namelijk mijn regenboog. Mijn regenboog. Ja, letterlijk. Het is echt fantastisch, want alles wat je ermee inmaakt, wat normaal gezien iets zou droppen wat rauw is, dropt het nu in de gekookte vorm. Want de kip staat namelijk in brand op het moment dat je hem... Ja, lijkt me allemaal vrij duidelijk. Nou, wij hebben hier een speciaal soort blok. En dit ziet er een beetje uit als de skin van de Error Steve. Maar voor alle duidelijkheid, dat is het niet. Dus niks om je zorgen over te maken. Jongens en meisjes, ik hoop dat mijn Minecraft niet crasht. Laat ik daar even eerlijk over zijn. Ik heb werkelijk waar geen idee of dat kan gebeuren. Ik denk het wel. Let's get it, guys. Op naar de regenboogdimensie. Waar ik nog nooit eerder ben geweest. Check this out, jongens en meisjes. Laten wij sowieso proberen om in deze video zoveel mogelijk van deze rainbow dust te verzamelen. Want daarmee kunnen wij namelijk weer van alles en nog wat maken. En dat is alleen maar mooi meegenomen. Wow, we zijn letterlijk ergens onder de grond uitgekomen. Dat is niet de bedoeling, jongens. We kunnen overal uitkomen. En waar komen wij? Ja, onder de grond, zoals ik net al zei. Ja, het is niet anders geworden in de afgelopen 3 seconden. Laten we even kijken of we onszelf naar boven toe kunnen hakken. Oh, jongens! Oké, weet je, laat ik even in game mode 1 blijven. We are here. En... Oh, wat zijn dat? Wat zijn dat? Dat zijn... Creepers? Alright, hallo creeper. Wow, jij bent snel. Wow, jij hebt een voor- en een achterkant en beide kanten hebben een gezicht. Black and white creepers. Oké, interesting. Wat hebben we hier? We hebben hier... Ah, dat is die oor waarvan wij de portal moesten maken. Het frame ervan dan tenminste. Oh, jongens! Yes! De allereerste rainbow pick. Nice! Ik weet eerlijk gezegd echt niet wat ik hiervan moet vinden. En hier hebben wij ook een soort pig. En dat is de dark pig. En wat is dit, jongens? Dit is Smiley de maniak. Oh, ik heb daar ooit een creepypasta over gelezen. De jongen die te veel emojis gebruikte. Waardoor zijn Minecraft skin erin veranderde. Oh, dat is zo creepy. Dat is zo creepy. En besef hoeveel... Hij heeft echt superveel leven. Ah, en van hem komt die armor vandaan. Oké, nice. Ik begin het allemaal wat beter te begrijpen. Oh, jongens.
Nee! Het is een chaos hier. Het is literally een chaos hier. Ik had niet verwacht dat er zoveel mobs tegelijkertijd... Laat me met rust. Laat me met rust. Laat me met rust. Laat me met rust. Eigenlijk moeten we even proberen een huisje te maken hier, jongens. Want dit gaat niet de goede kant op. Hé, hey, er zijn ook nog normale creepers. Super nice. En ook die exploderen en proberen mij te beroven van mijn leven. Het kan niet beter. Oké, ik ben best wel benieuwd wat deze dimensie nog meer te bieden heeft. Naast bomen gemaakt van oors en varkentjes die gemaakt zijn van regenboog. Oh, nu kunnen we er wel achter komen hoeveel extra... hoeveel extra drumsticks deze regenboog porkchop erbij geeft. We hebben nu 2 drumsticks verloren omdat we trek hebben. Dus we eten even wat van die... Oh, nice. En we hebben speed! Yes! The rainbow gives us speed. En er is daar verderop, ik weet niet of jullie het kunnen zien, maar daar is een regenboog creeper. En ik ga hem proberen... Jongens, dit is zo nice. Deze regenboog... Het is een regenboogboog. Maar dat klinkt zo dubbel dat ik het maar voor het gemak gewoon even een regenboog noem. Maar deze is zo overpowered, jongens. Bam! 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 Oh, nee! Half hartje. Letterlijk een half hartje. Het is zo leuk om ook gewoon letterlijk squids onder water in te kunnen maken. Oké, laten we even proberen te schuilen hier terwijl we ondertussen genieten van de nieuwe regenboog porkchop. Want dit gaat niet de goede kant op, jongens en meisjes. Oh, er is ook een gekookte variant van. Ah, en daarvan krijgen we natuurlijk nog meer speed. Oké, I get it, I get it. Nee, ik moet zeggen, ik vind dit een vrij interessante mod. Het idee is sowieso heel erg... grappig, hè, dat er overal regenboogbeesten zijn. Laat ik heel even mijn inventaris leeghalen. En dan ga ik jullie even laten zien wat voor dingen je nog meer hebt. Want er is namelijk ook een zogeheten Rainbow Igniter. En een igniter is eigenlijk gewoon een aansteker. En deze Rainbow Igniter kun je gebruiken om in de alter-regenboogdimensie te komen. En dat is een dimensie waarin letterlijk alles van de regenboog is. Maar ik kan nergens op internet vinden hoe dat kan. Dus waarschijnlijk is dat echt topgeheim. Wat is er nog meer? Je hebt ook een zwaard gemaakt van dat rare paarse spul. Waaronder armor. En die armor is super overpowered. Dat is echt niet normaal gewoon. Nou, wat hebben we nog meer? Wow! We hebben een blok... En dat ziet er echt super glitchy uit. Even serieus. Eigenlijk moeten we gewoon een mega battle aangaan met alleen maar regenboog creepers, jongens. Ik vind eigenlijk wel dat we dat moeten doen. Ik vind echt legit wel dat we dat moeten doen. Oké, we doen onze allerbeste armor aan. Dit is echt de allerbeste armor die we kunnen krijgen in heel Minecraft op dit moment. Dit is beter dan diamond en alles erbij. Wat gebeurt als ze exploderen? Gaan we dat overleven, jongens? We overleven gewoon 5 creeper explosies tegelijkertijd. Zo overpowered is deze armor. En dit zwaard is trouwens ook echt super OP. Je kunt er bijna elke mob in één keer mee inmaken. Elke mob bijna in één keer mee inmaken. Elke mob bijna in één keer mee inmaken. Er is een mob die normaal gezien heel erg lastig in te maken is. Maar hoe zit dat met dit super overpowerde regenboogzwaard? Want dat is het namelijk wel. We gaan eens even kijken of de Ender Dragon is opgewassen hier tegen. Kom hier, kom hier, kom hier, kom hier. Nee! De Ender Dragon is altijd zo snel, jongens. Ik hou daar echt niet van. De Ender Dragon is altijd sneller dan ik ben. Eigenlijk zou ik gewoon moeten proberen een regenbooghuisje te maken. Oké, jongens, there we go. There we go. There we go. Let's get it! Oké, dit doet echt totaal niet zoveel damage als dat ik in eerste instantie hoopte. Ik dacht dat het beter zou zijn. Wat hebben we nog meer? Er zijn nog een aantal dingen. Er is ook iets genaamd Charorite. Dit is eigenlijk een soort van charcoal, die we natuurlijk wel gewend zijn te vinden tijdens het minen. Alleen deze geeft dan ook nog eens licht en is best wel heel erg moeilijk te maken. Dus als je hiervan een huisje maakt, heb je geen fakkels meer nodig, want het geeft eigenlijk al licht op voorhand. Er is ook een regenboog-hole. Geen idee wat je ermee moet, maar hij is er. Wat hebben we nog meer? We hebben dus de Rainbow Ore, die heb ik jullie net al laten zien. En oh ja, dat is ook wel heel erg grappig om te laten zien. Met datzelfde soort van charcoal blok kun je ook een pickaxe en een zwaard maken. En dat heet letterlijk het useless zwaard, oftewel het nutteloze zwaard. Nou, laten wij even voor de grap wat golden appeltjes erbij pakken. Laten wij naar game mode 0 gaan en laten wij even kijken hoe nutteloos dat zwaard dan daadwerkelijk is. Zouden wij bijvoorbeeld er een creeper mee in kunnen maken in één klap? Nee, niet in één klap, maar wel in 2. En dan het nutteloze pickaxe, hoe snel gaat dat?
Nou, dat gaat op zich toch best wel snel, jongens. Ah, ik snap het al. Je krijgt shards en die moet je samenvoegen tot een blok wanneer je er genoeg hebt. En dat is dan hoe je, zeg maar, die glow-in-the-dark coal blokken maakt. Op zich best wel episch gedaan. Dus dat is de Rainbow Dimensie mod. Maar jongens, ik wil zo graag de echte regenboogdimensie vinden. Waarvoor we dus de Rainbow Igniter nodig hebben. Ah, dit is trouwens het regenboogblok. En de dimensie die dus geheim is. En die je zou kunnen aankrijgen door middel van die Rainbow Igniter. Die ik nu in mijn handen draag. Die zou dan volstaan met deze soort blokken. Met de Rainbow Blocks eigenlijk. Ik vind het jammer dat ik er niet heb kunnen komen deze aflevering. Ik had het jullie graag laten zien. En de Dragon. Een hele dikke vette shout-out naar jou. Ik vond het leuk dat je er weer bij was. Jongens en meisjes, abonneren kan heel gratis en vrijblijvend onderaan de video. En ik wil een hele dikke shout-out doen. Naar... Oh, ik dacht even dat ik nog eentje zag. Naar de regenboogbiggetjes! Oeps. Doei.